Ik zou niet precies kunnen zeggen wat er gaat gebeuren aanstaande vrijdag. Want het hangt helemaal af van vandaag tot vrijdag. Als de minister komt met een oplossing voor de mensen, dan dat ze hun geld kunnen krijgen, dat ze op de loonrol komen, tenminste van december, dan is het de mensen maar voorhouden dat het in orde is. Ja? Belangrijk is, op de loonrol van november kunnen ze niet meer komen. Alles is al weg, dacht ik. En er zijn mensen van bijkas 10 maanden, als het zelfs niet 11 maanden is, die nog geen loon hebben ontvangen, maar ze werken elke dag. Dus die mensen zitten al vanaf het aantreden van deze minister, meneer Roenoer Mohamed, elke dag op mijn app, elke dag op kantoor. Dus op een gegeven moment kan je ze niet langer volhouden. We hebben geforceerd als vakbond om ook toegevoegd te worden in een werkgroep die de minister heeft geïnstalleerd, evaluatie personele aangelegenheden. En ik ben vanaf het begin erbij, maar het blijkt dat het de werkgroep voor mij niet voorvarend genoeg is wat deze kwestie aangaat. Ik zeg tenminste, er zijn meerdere zaken die de minister, 18 punten heeft de minister gezet voor de werkgroep. Ja? Maar ik heb gevraagd vanaf de eerste dag dat we dit nemen als prioriteit. De onzekere ambtenaren die niet weten waar ze aan toe zijn. Ja? Maar het blijkt dat men andere zaken ook eerder wil doen. En mij maakt niet uit, alles moet gedaan worden. Ik ben ook voor die ambtenaren die gehuldigd moeten worden. Want dat heeft de leiding van die werkgroep gezien als eerder prioriteit om die mensen te huldigen dan de mensen te betalen die al 10 maanden hebben gewerkt. De ultimatum heeft hij al gehad. Want ik heb hem een brief geschreven hieromtrent dat het niet voortvarend genoeg gaat binnen de werkgroep. En hij heeft tot vandaag niet gereageerd op dat schrijven. Eerlijk gezegd, overigens, ik heb geen enkel ander minister in mijn 35-jarige vakbondservaring op openbare werken gezien die zo transparant met ons bezig is geweest. En altijd op alles reageerde. Een appje reageert, een brief reageert, een telefoontje reageert. Geen probleem wat dat aangaat. Maar vorige week heb ik hem dat schrijven gestuurd en tot nu toe geen reactie. En dan in het weekend heb ik per app laten blijken in werkgroepen, 2 werkgroepen hebben we, 1 van de vakbonden, 1 van de personele zaken, heb ik wel laten blijken dat hij heeft tot zondag, tot dit afgelopen weekend. Dus vandaag kom ik uit om de mensen al op te roepen. Misschien als hij de oproep ziet, dat hij misschien zal reageren en dat er nu daadwerkelijk iets van de grond zal komen, dat de mensen hun loon kunnen ontvangen. De mensen zullen zich moeten aanmelden op het hoofdkantoor, openbare werken, Jagernet Lachmanstraat 167, waarbij de situatie per vrijdag zal bepalen hoe we verder gaan. Ik heb wel de mensen opgeroepen, want we hebben OEers vanaf Albina tot Nikeri, en ik heb ieder opgeroepen. Ik weet wel niet hoe de mensen nog zullen komen, ja, vooral die van Nikeri en Albina, want ze krijgen aangegeld, vaya een buskafoto. Ja? Maar we zullen kijken wie dan wel kan komen, wie is de Mlenwam Chimoni, voor de EGI-belang. Ik denk dat het iets meer dan de 1000 man is.